Welkom bij Boer Business TV. Steeds meer agrarische ondernemers verbreden hun activiteiten. Ik praat daarover met oprichter van zoekdeboer.nl Christel van der A. Welkom, Christel. Dankjewel. Ja, jouw platform zoekdeboer.nl Wat is dat precies? Uh, nou, ik heb een inspiratieplatform voor de consumenten om uh, te laten zien wat er allemaal bij de boer te doen is. Want tegenwoordig uh, zijn er steeds meer boeren die een nevenactiviteit hebben. Maar de consument weet het niet altijd. En um, door dit te laten zien uh, worden de mensen enthousiast. Gaan ze naar de boer toe. En dat is wat wij allemaal willen. Ja, en we kennen allemaal wel uh, boerderijwinkels of campings. Um, zijn er nog meer uh, activiteiten ja. die in het oog springen? Zeker. Je hebt uh, leuke dagjes uit. Je kunt vergaderen bij de boer. Maar ook een kinderfeestje bij de boer. Uh, een familiefeest, het is uh, heel erg divers. Van alles is mogelijk. Ja, en uh, veel agrarische ondernemers die, uh, die doen er iets bij. Maar daar zijn ze meestal niet voor opgeleid. Uh, waar lopen ze tegenaan? Nou ja, over het algemeen is het toch wel uh, um, de, de marketing waar ze tegenaan lopen. Um, een boer moet echt wel duidelijk aangeven wat, wat er te doen is op de boerderij. Zelf ziet hij het niet vaak, omdat het voor een heel gewoon is. Um, maar voor een consument is het juist dat gewone zo leuk. Dus het is wel belangrijk dat ze goed aangeven wat de USP's zijn. Um, waarom dat ze naar nou die betreffende USP, boerderij moeten. Ja. USP, dat is um, um, wat hun zo uniek maakt. Mm -hmm. The unique selling points. Ja, uh, ja inderdaad, okay, de ja, marketing ja. term. Ja. Uh, <laughs> uh, en uh, ja, de boerderijen zitten natuurlijk uh, per definitie niet op een aanlocatie. Hoe krijg je uh, klanten naar het buitengebied? Nou ja, uh, de online marketing is daar natuurlijk een, uh, een goed onderdeel voor. Uh, met mijn platform zoekdeboer.nl heb ik me gespecialiseerd in uh, Google-vindbaarheid. Dus mensen die googlen, um, die komen op Zoek de Boer terecht. Um, als ze naar bepaalde relevante zoekwoorden zoeken, komen ze bij Zoek de Boer. Vervolgens zien ze daar allerlei leuke locaties die ze zouden kunnen bezoeken. En um, ja, daardoor hebben ze dus ook een vindbaarheid. En daarnaast uh, ondersteun ik ze ook eventueel met uh, marketingwerkzaamheden. En kun jij ook iets zeggen over hoeveel uh, boeren nevenactiviteiten uh, hebben en, en of het groeit? Ja, um, toen ik uh, ben gestart vier jaar geleden met zoek de boer, heb ik daar onderzoek uh, uh, naar gedaan, heb ik het onderzoek gelezen, en uh, toen was het een kwart van de boeren uh, die er een neefactiviteit bij hadden, maar dat zijn in de tussentijd echt al wel veel meer geworden. Ja, jij hebt ook het idee dat het groeiende is. Ja, zeker, ja. Ja, en waarom jij ook hier bent, is omdat wij uh, in samenwerking met jou een uh, serie uh, gaan opzetten met bedrijfsreportages uh, bij de boer. Uh, kan jij al iets van het uh, tipje van de sluier oplichten? Jazeker. De, de boer waar we mee gaan starten, um, dat is een uh, boerderijwinkel. Um, en dat is tevens ook een online webshop. En um, daar zijn meerdere boeren bij aangesloten, meerdere afhaalpunten. De boer zorgt dus dat het voor de consument makkelijker is om online boodschappen te bestellen. En uh, vervolgens uh, uh, bij de boer af te halen. Nou, ik ben benieuwd. Uh, dank voor je komst. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken en naar onze site in de gaten voor de aankomende serie.